Visie Werk. Jij helpt ook daklozen, werklozen. Ja. Ja, ik ben... Sorry. Waarom? Nee, ja, nou, waarom wil je deze mensen helpen? Nou ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden ontstaan. Ik was met een project bezig. Ik had een leuk uitvindingje gedaan tijdens na een programma. Red mijn vakantie. Ik kwam naar RTL en ze hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Alberto Stegeman deed dat met Rob Geus. En ik had zoiets van, ja nee, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. En uiteindelijk hebben ze me toch overgehaald. En toen ik daar uiteindelijk vandaan kwam, dacht ik, waarom heb ik dit gedaan? Zoveel smerige dingen in hotels. Ik moet ook nog een keertje naar een hotel. Het blijft op mijn harde schijf, nou, et cetera, et cetera. Dus had ik iemand gevraagd om een tasje voor me samen te stellen met wat schoonmaakmiddeltjes. Als ik ook weer naar een hotel moet, dat ik het zelf niet ga zeiken bij de receptie, maar ik het zelf even schoon kan maken met een doekje iets. Dus ik had gezegd, ik wil dat en dat en dat erin. En by the way, bestaat het al? Nee, bestond nog niet. En toen heb ik gekscherend dat tasje, oké, dan gaan we er een paar uitbrengen. En we noemen het Mr. John. En daar heb ik er iets van 40.000 van verkocht. Eigenlijk via Kruidvat, nou superleuk. Maar uiteindelijk dacht ik, hé, daar kan veel meer mee. Nou, ik maak een sprongetje. Maar ik kwam er eigenlijk op neer dat ik kreeg te horen van parkdirecteuren, hotels. Ik wilde het daar ook aan verkopen. Maar ze zeiden tegen me, ja John, sorry, maar het is een super idee. Maar we hebben te weinig mensen die willen schoonmaken. Dus je gaat alles zien met dat tasje van jou. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar ja, toen werd er uitgelegd dat de mensen vaak vanuit het buitenland werden gehaald op piekmomenten. Want in Nederland kunnen we dit personeel niet vinden. Maar is het tasje bedoeld voor schoonmakers of mensen? Nee, het was bedoeld voor ons. Maar ik had zoiets van, hoe mooie marketing is het als je als hoteleigenaar zegt, dit is het tasje, je legt op het bed. Keur is dat ons. Mooie marketing? Ja. Want je zou kunnen zeggen, hiermee geven we het bewijs af dat dit niet zo probleem is. Nee, maar je kan ook zeggen, daarvoor was het bedoeld, hè, met een formuliertje erbij. Wij vinden hygiëne heel belangrijk. We stellen ons kwetsbaar op. Doe de test maar. Laat ons weten waar we het kunnen verbeteren. Zo naïef was ik dat ik dacht, zo denken bedrijven. Maar toen vertelden ze me dat ze gewoon een tekort aan mensen hadden. En dat er mensen uit het buitenland gehaald moeten worden. Toen had ik zoiets van, nee, maar wacht even. We hebben mensen in Nederland die dus denken dat de wereld niet op zit te wachten. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dus ik naar UWV, heel brutaal, en gezegd, ik heb daar gezegd van, jongens, zullen we mensen enthousiasmeren? En toen heb ik hier vlakbij het Centraal Station, dat ik had een idee bedacht, een discobus met lekkere muziek, 's ochtends vroeg, met mensen die wilden schoonmaken in Zeeland. En wat we hadden geregeld is dat ze op het moment dat ze in de bus zaten, de reis al betaald werden. Uiteindelijk, ik maak weer een sprongetje, kwamen we neer dat ik er eigenlijk achter kwam dat deze mensen niet goed opgevangen werden. Niet deze kwetsbare groep. Kwetsbare groep zijn mensen die een tijdje werkloos waren. Mm-hmm. En nou ja, er waren wat dingen. En toen dacht ik, wacht even, ik ga mensen weerbaarder maken, zodat ze sneller terug kunnen komen in de maatschappij en er toe doen en het gevoel ook hebben. En toen heb ik Talent Lab bedacht. En wat daar, best uniek aan is. UWV werd er heel enthousiast van. Ik heb een beetje grote mond gehad. Ik heb gezegd, die trajecten die nu 18 of 12 maanden duren, kan ik in 6 maanden. Ik kan er in 6 maanden weten of we iemand hebben die zin heeft en hoe je daarmee om moet gaan. Toen zeiden ze, hoe dan? Nou ja, door intensief en met liefde aandacht en wekelijks te zien. Precies zoals jij die programma's maakt. Maar dit was buiten het zicht van de camera. Ja. Je hebt geen moment gedacht, dit is televisie. Dat wilde ik ook niet en dat wil ik nog steeds niet. Nee. Het gaat om dat ik deze mensen echt weer terug op het werk wil krijgen. Ze zijn uiteindelijk gaan werken? We zijn net begonnen. We zijn een jaartje en we zitten daar. We gaan richting de 50 mensen die we coachen. En, maar jij bent dus ook begeleid. Echt officieel, maar ondernemer. Ja. Want dat jij kunt enthousiasmeren, natuurlijk, dat ziet iedereen. Dat je kunt presenteren, natuurlijk, dat ziet iedereen. Maar kun je ondernemen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik een bruggenbouwer ben. En dat heb ik ook met dit idee gedaan. Want wat er nog meer, denk ik, uniek aan is, niet de elementen los van elkaar. Dus ik heb een coachingbureau erin zitten, een van de grootste van Rotterdam. Ik heb ook een fysiotherapeut erbij gehaald en een weerbaarheidstrainer. En wat heb ik gedaan? Ik heb alles bij elkaar gebracht.
En wekelijks contact, en zeg wekelijks je. En dat contact. Zijn nou de grotere organisaties zoals UWV... die daar niet helemaal toe meer in staat zijn, dat gedelegeerd hebben. En wekelijks contact zorgt ervoor dat mensen sneller gewoon weer uit huizen geraken... als ze hun baan hebben verloren. Absoluut. Of in de WIA terechtkomen. Absoluut. En alles onder één dak. Alleen maar heel goed om ook arbeidspotentieel wat we hebben. Hè. We hebben het heel vaak in dit soort uitzendingen ook over arbeidsmigratie. Allemaal hartstikke goed en bedrijven zullen ook nodig hebben. Maar we hebben ze al. Maar je potentieel in Nederland benutten, ontzettend mooi initiatief. John Williams, hebben we weinig van gehoord eigenlijk van jouw initiatief. En al je werk buiten die camera's dus om. Doe je het expres? Dat heb ik expres gedaan. Ja? Ik heb toen we 2 jaar geleden begonnen, zat er wat kinderziektes en... En uiteindelijk, kijk, het zijn 3 specialisten echt op allerhoogste niveau. De fysiotherapie, de weerbaarheidstrainers en de coachingbedrijven. Mm-hmm. En daar ben ik heel trots op dat ik met deze mensen mag werken. Moet ik even bij de wijven erbij gezegd hebben. Maar wat wij gedaan hebben, we merken nu dat als mensen dus binnenkomen bij ons... wij zijn niet eens een traject dat we mensen aan het werk hoeven te helpen... Maar het lukt ons, want je hebt namelijk 2 trajecten. Je hebt traject, ik noem het even, mensen fris tussen de oortjes krijgen. Dat is eigenlijk wat dit is. Ja. Maar wat zien we met z'n allen? Dat het volgende traject vaak niet eens nodig is. Waar normaal gesproken belasting voor betaald wordt. Wij krijgen ze nu al enthousiast om te gaan werken. Wat zie ik, en niet met z'n allen, wat zie ik? Dat we nog 1 minuut en 15 seconden hebben. Ook voor de KNVB zet je je in. En vooral die sportclubs in ons land, voetbalclubs in dit land. Heel kort, wat ga je doen en wat doe je? Nou ja, weet je, op dit moment staan er 40% van de clubs bijna op omvallen. Ja. En dat is echt een ding. Dat is echt een ding. Sport, ik heb altijd gevoetbald. Nou, de heren weten de voetbalclubs. En toen kwam de KNVB naar me toe. En nou ja, sorry dat ik even reclame maak, maar Mitsubishi Electric. En die zeiden, we gaan goed. Warmtepompen, iedereen wil ze hebben. Maar we willen iets maatschappelijk doen. John, doe je mee? Toen zei ik, ja, laten we de clubs gaan verduurzamen en helpen. En mijn god, alsjeblieft, laat ze niet omvallen, die 40%. Ja.